Ja, omstreeks 8 uur vanochtend kregen wij een melding van een schuurbrand in Dalen. En aangekomen bleek dat het al uitslaand was. Dus hebben we gelijk eigenlijk opgeschaald naar middelbrand. En nou, dat betrof een schuur van ongeveer 40 bij 80 meter. En de helft daarvan heeft in brand gestaan. En in de schuur zelf lag stro. En dat is nogal lastig te blussen. Wat stond er nog meer in de schuur? In de schuur was ook melkvee aanwezig. Deze hebben we samen met de eigenaar naar buiten gehaald. En daar hebben we in geassisteerd. En deze zijn veilig buiten gekomen. Is het een moeilijke brand om te blussen? Ja, de brand is lastig te blussen. Het gaat om stro. En stro is heel erg compact. En die moeten we dus eigenlijk met grijpen moeten we die uit elkaar halen en echt stuk voor stuk afblussen. Dus dat is een redelijke klus, ja. Heel veel rookontwikkeling bij deze brand. Is die rook nog gevaarlijk? Nou, rook is natuurlijk nooit gezond. Wij adviseren daarom ook uit de rook te blijven. Bij de rook zitten wel roetdeeltjes. En deze kunnen neerslaan, op de weg terechtkomen of op huizen terechtkomen. En deze kun je gewoon opvegen en in een container gooien. En asbest, zat dat nog in de schuur? Nee, asbest is uitgesloten. Het ging om een vrij nieuwe schuur. Dus asbest was inderdaad niet betrokken bij deze brand. Het zijn brandmeesters gegeven voor deze brand. Zijn jullie nog lang bezig met nablussen? Ja, omdat het een lastig bestrijde brand is, zijn we inderdaad enkele uren naar verwachting nog wel bezig met nablussen. Is er wel genoeg water aanwezig? Nou, in het buitengebied rukken we standaard uit met extra water. We hebben ook extra tankwagens meegenomen om water mee te nemen. Dus in principe hebben we voldoende water. Het is nogal droog deze tijden. Vormt dat geen probleem met het blussen van de brand? Nou ja, het heeft vooral te maken met onze eigen inzet. Wij hebben natuurlijk extra verzorging nodig, zoals drinkwater en dergelijke. In verband met hitte van de pakken en dergelijke. Maar voor de rest, voor de brand is dit een relatief normale brand. Ja, de brand is relatief snel onder controle. Is de schade groot? Nou, de schade is inderdaad aanzienlijk. Wat het precies is, dat durf ik niet te zeggen. Kunnen we nu nog geen uitspraken over doen. Maar daar is een stichting voor en die gaat het allemaal inventariseren.